over de paarse loper. Echt schattig. Oh, dat vind ik heel leuk deze hoor. Zo. Oh. Wat een hel, lijkt wel vierkantje. I love it. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb eventjes een ander shirt aangedaan, want het is tijd voor een workout. Ik probeer echt elke dag een workout te doen. Dus of bijvoorbeeld een dansworkout of yoga. Ik heb gisteren yoga gedaan, dus vandaag is het dansen. Ik had echt zin om een beetje van die chille ochtendshots te maken. En daarbij niet echt te praten. Dus bij deze begin ik nu pas met praten. Ik heb echt een chille ochtend tot nu toe. Ik heb dus een dansleraar gevonden. Hij heet Mr. Helio Faria. En hij maakt dus van die 30 minuten dance workouts. Hij heeft bijvoorbeeld salsa. Volgens mij heeft hij ook hip-hop, African. Ik vind op dit moment deze het leukste. Het is een Latin dance workout met reggaeton, salsa en zo. Hoe je niet zal spelen. Vandaag wordt trouwens echt een leuke dag. Ik ga zo met Jasna afspreken. En dan gaan we naar een kringloopwinkel en naar een vintage winkel. Dus daar heb ik vet veel zin in. En we gaan ook nog een hotspot ontdekken in Rotterdam. Dus ik ben helemaal benieuwd. Girl, you want me like a shadow. Dit is de nalook. Het is tijd om te douchen. Your girl is fresh. Ik heb mezelf dus voorgenomen om meer water te drinken. Want ik merk gewoon, zeg maar, ik drink wel, natuurlijk. Oké, goed verhaal dit. Maar echt niet genoeg. Volgens mij heb je dus van die apps die dan zo'n melding geven. Maar dan ga ik nog even uitzoeken. Misschien hebben jullie nog tips hoe je, zeg maar, soort van remind kan worden dat je moet drinken. Want als ik gewoon aan het editen ben of gewoon aan het werk, dan hoor ik ook. Ik gebruik trouwens een bamboo brush. Die zijn zo fijn. Ik heb ze bij Ecoplaza gekocht. En ik gebruik altijd Dr. Organic tandpasta. Dit zijn echt dingen die ik nooit eerder volgens mij heb verteld. Toevallig tea tree. Maar ik vind aloe vera het fijnst. Deze is ook wel heel erg fijn hoor. Dus, hè. Ik wil dit nog aan jullie laten zien. Op YouTube. Ik had het al op Instagram laten zien. Ik heb deze super mooie ketting van een van jullie gekregen. En haar bedrijfje heet Bearables. Is volgens mij pas net begonnen. Ik had al eerder gezegd dat ik het heel erg fijn vind om kleine ondernemingen te steunen. Ze heeft dus deze ketting. En ze had trouwens ook een armbandje bij. Het is gemaakt met oude sieraden. Dus is het ook gewoon nog eens duurzaam en dus vintage. Ik vind het wel cool dat het een soort van choker-achtig idee is. Voordat ik wegga heb ik nog snel een matcha gemaakt. Dit is altijd zo satisfying, kijk. Zo lekker. Dat dit gewoon allemaal in dit tasje past. Fantastisch. Ik snap echt dat mensen matcha thee of matcha ijslatte niet lekker vinden. Ik vind zelf matcha thee iets minder. En ik vind een matcha ijslatte, dat vind ik echt super lekker. Het is echt gewoon heel simpel. Het is gewoon matcha poeder. Amandelmelk van Root Health. En dan ijsklontjes. En dan het is echt super lekker fris. En het is beter dan koffie. Ik had namelijk gelezen dat je met koffie heb je een spanningsboog. Of een spanningsboog, hoor je mij. Heb je een energieboog van een uur. En met matcha heb je een wil ik weer spanningsboog zeggen. Oei, we gaan niet goed. En met matcha heb je een energieboog van 6 uur. Wel, je moet het echt goed, zeg maar, kloppen
Of zoals ik het doe, in de melkopschuimer doen. Want anders krijg je van die stukjes van de poeder. Van die stukjes poeder is echt vies. En ik dacht eerst van, is dit het? En toen had ik het dus helemaal verkeerd gedaan. Want ik had gewoon letterlijk de matcha poeder met amandelmelk gedaan. Like, wel gezellig dat jullie me zo company houden, hè? Hallo. Ik zei dat we dus naar Piekfijn gingen, maar het is ineens het goed geworden. Ook heel leuk. Dus hè, Jasna, ga over de paarse loper. Oh ja, cool, fashion. Ciao. Jasna, dit is wel een eerste aankoop. Misschien. Dit is too much, hè? Nee, dit is een beetje te druk. Too much, ja. Zoek zeg maar. Ik vind het wel cool, die vorm, zeg maar. Ja. Zo'n bol. Vind ik ook mooi. Ik vond deze echt heel pretty. Ja, die is 95 cent. Ja. Hier zou je wel echt die bloempjes in kunnen doen die je wil. Ja, dat is niet veel, nee. Oeh, I like this. Weet je wel, voor je pan. Heel leuk. Maar besef wel, Jasna, dat we dit moeten gaan sjouwen. Straks, heel de dag. Maar ik neem deze, want ik vind hem echt te leuk. Deze is nice. Oh. Pure imported olive oil. Sick. Deze is echt prachtig. Ik heb deze letterlijk in het lichtbruin van mijn oma. Maar hoe mooi is deze? Hier heb je ook vaas, hè, Jasna? Ja, wat dan? Maar het is een beetje een zoet. Dat is wel mooi. Het is wel leuk, want ik weet nog, Piekfijn had echt niet zoveel home dingen zo. Ja. En wat ik nog zoek is... ik ook. Wat ik nog zoek is zeg maar dit. Maar dan voor watjes in te doen. Deze is... deze vind ik eigenlijk wel mooi. Deze vorm. Die wilde ik net laten zien, ja. Echt? Die is ook mooi. Oh, 75. Maar dit is wel ander wit, hè? Beetje. Dit is meer crème. Ja, dit is wat moderner. Ik vind die mooier, denk ik. Heel mooi. En 75. Wat is dat? Dit is echt heel cute. Dit is echt zitten. Oh my god. Ik leg deze in je mandje. Ja. Hier is ook nog, dit is meer antiek en zo, hè? Ja. Dit is niet echt. Nee. Oh my god, is dit een plantending? Oh nee. Zo? Nee, schat. Het kan niet. Het is kapot? Nee, dit moet hierin. Oh, haha. Je gaat de lange jas naar. Ik weet het niet. Er is geen prijs. Waar? Als. Goh. Echt schattig. Oh, dat vind ik heel leuk deze hoor. Maar hoeveel zou die zijn? Ja, weet je niet. Hoe cute! Het staat hier ook weer. En het is best wel kort, dat vind ik nice. Ja, het is echt nice. Dit past wel in mijn interieur. Denk het ook. Oh, leuk lijstjes. Ik heb echt nog een lijstje. Oh, kijk even. Ik zie daar wat. En het lijkt op een instrument. Dit is een soort oude gitaar of zo. Mensen in de comments. Mensen in de comments. Kunnen jullie me vertellen wat dit is? Very interesting. Yes. Nou, wel heel veel lijstjes. Nice. Wat is hier van zo een? Beetje strandvibes. Ja, ook nice. Maar dat is niet... Ik hij is niet... Hij is niet zo mooi. Dat is raar, hè? Ja, dat vind ik raar. Oh, het valt echt uit elkaar. Oh, jammer. Jammer, want hij is heel mooi. Maar onthoud het en misschien vind je het wel. Oh ja, ik heb trouwens gevraagd voor de hangplantpot. En hij is €2,95. Dus ik ga hem nemen, want ik vind hem echt te mooi. En dan kan ik nog een hangplant doen. Dus dan ik ga naar boven. Oh, wauw. Oké. Piekfijn heeft echt een upgrade gehad. Dit is wel echt heel leuk voor een plant. Als je hem zeg maar misschien verft. Dat is echt cute, toch? I don't need it. Wil je nog een bankje, Jasna, in je kamer? Oh, nice. Very nice. Ook veel kopjes. En daar zijn nog glazen. En daarachter nog boeken. Ik vind deze heel leuk, Jas. Ik wist dat je dat zou zeggen. Ja. So pretty. Maar ik vind de binnenkant een beetje gek. Kijk, het is een soort van boom of zo ook erin. Nee, ja. Het lijkt vies, maar het is niet vies. Nee. Het is echt heel mooi, maar ik eet letterlijk nooit taart. Dus het is letterlijk voor taart, toch? Vogue cocktails, maar er staat iets ingeschreven. Van Marianne en Pierre voor avonden met heimwee naar het noorden. Oh, wat leuk! Dit is heel cute! Too personal. Als je nog een vega... Hey, superfoods! Dit is gewoon bekend.
miso-soep taboulé. 40 keer 100. Maar heel eerlijk, het lijkt me echt allemaal vet lekker. Brown rice vegetable pilaf. Wat gaan we vanavond eten, Jasse? Waar komt dat? Ja. Daar okay. Is echt soep voor. Oké. Jij moet stop zeggen, ja? Oké, ja. Stop. Wacht, rechts of links? Oh, nee, het is één. Nee, dit ga ik niet eten. Dit vind ik ranzig. Wat? Opnieuw. Nee, jij moet het doen. Jij bent hier goed in. Oké. Okay. Please. Soep. Ik zei letterlijk soep voor de grap. Girl. Nee. Weet je wat? Weet je wat? Het is niet dit boek. Het moet dit boek zijn, Jasper. Hier, try dit boek. Oké. Wat? Spruitjes, soep. Wat gaan we eten vanavond? Ja. Wat is dat? Moer bij biscotti. Bibiscotti. Dit is tussendoortje. Hey, streetfood. Het gaat toch allemaal niet worden. Dit gaan we eten. Donuts. wat stom dit. Weet je, zullen we het gewoon laten? Is dit voor hapjes? Do you want some chips? Dit kleding. Hier ook nog. Nee. Cancelled. Misschien een zo'n mooi blazer. Ik zie niet zoveel. Jij, Jas? Nee. Dit is echt leuk. Het is gewoon een gordijn gemaakt van jeans. Love it. De kleding is... Is wel netjes? Ja. Ik moet maar jezelf. Kijk, Jas. Hey, maar op zich is het wel een mooie blazer, toch? Ja, wel een mooie blazer. Maar ik durf dat niet met oranje en rood, joh. Oeh, herfstkleurtjes. Nee. En deze. Wow, dit is echt zo'n lange jas. Check. Ja, dit is wel echt te lang. Ze hebben wel echt mooie kwaliteit kleding. Maar het is gewoon niet onze stijl. We zijn klaar hier. Dus we gaan allemaal. Ik heb mijn plantenbakkie en mijn pannen onderzetten. Nice. En jij? Twee vaasjes en een bakje voor mijn make-up kosten. Echt cute, ja. En dit was echt precies. Mijn jas heeft net een muur geverfd. Echt heel pretty erbij. We hebben even een lunchbreak. We hebben een ijslatte, maar we hadden met vanille gedaan. Dom idee. Niet uit te raden. Ik heb nu met Nutella en heel veel caprese. Het is echt een cute tentje. Het heet Social en binnen is ook echt heel leuk. En het is op de Main. Ja, echt heel leuk. Het is echt heel leuk. Maar neem alsjeblieft niet met vanille. Neem gewoon normaal. En het is echt heel veel. Dus als je echt honger hebt, is het heel leuk. Een vet cute winkeltje. Volgens mij is het Japans of is het Koreaans? Japans. Kijk, hoe cute. I love it. We gaan altijd even hier naar binnen als we hier zeg maar zijn. Kijken. Oh, die is zo leuk, Jasna. Dat is ook echt leuk als je panty hebt en dan laarsjes op Dr. Martens. Ja. En dit zijn fitting rooms. Foto, hoe heet dat? Zo'n fotostrip. Oké, fotostrip. Kijk, ze hebben maar dat gaan we niet doen. Wel, eerst even kijken hoe je gaat staan. Oh, kut. Ik heb al gedaan. Ja, nu heb ik al een cute interieur. Maar heel cute die foto's ook hier. Ja, leuk hè. Hoe hebben die mensen hier werken of niet? Het is er al. Oh my god, ik sta er dus niet op. Ja. Nee, ik vind het heel lelijk. Ik moet echt meer naar achter. Was een lelijke foto. Vijf veel van mijn leven. Ik was even nu verspeeld. Blauw moet ik en roze moet jij. Jasna. Ook vreselijk. Ik vind het wel schattig. Ik ben nu bij een cheap fashion. Overkomen, zeg maar. Dat is natuurlijk gewoon sweden, maar ik weet het niet. Nee, toch niet. Hij is ook een beetje te groot van de voorkant, zie je het vooral. Misschien is de ketting, wat het heel chic maakt. Maar hij is op zich wel heel cool, hoor. Hij is, weet ik niet. 29. Nou, dit is hem toch niet, hè?
Wat een hel, het lijkt wel vierkantje. SpongeBob. Maar ik vond de lengte mooi. Maar kijk, hij is ook echt mooi, de lengte. Maar dit? Nee. Uitdoen, uitdoen. Ja, echt heel cool. Maar hij is 49. Jasna vindt het niet waard. Voor 45. Nee. Ja, 50 euro. Maar hij is zo cool. Ja, oh ja, dat was wel. Ja. Er zit een penstreep. Alles is super groot. Was er geen één oké, hè? Nee, alles is groot. En deze? Oh, en deze? Heb ik die al gepast? Nee. Deze is groot? Ja. Ja, Jasna, dat is wit groot natuurlijk, maar... Letterlijk... Vierkant. Doe even nog die andere kant. Jongens, wat vinden jullie hiervan? Doe je er dit is ik wil dit. Zo 3 meter. Ja, maar kijk. Hij is wel mooi. Het is mooi. Ja, ik snap maar het. Maar dit is echt SpongeBob. Ja. En als ik hem als dress? De schouders. Ik word zo sad hiervan. Ik vond net wel deze. Dat is een Tommy trui, maar hij is zo lekker zacht. Je ziet ook niet dat het een Tommy trui is, maar hij is zo mooi kwaliteit. Nee, je ziet het niet, maar het is wel een goede kwaliteit. Ja. En een mooie kleur. Ja, misschien even... I approve. Dit is mooi trui, maar niet rood. Je haar is echt mooi zo. Hè? Je haar is echt cool zo. Thank you. Zo lief. Is ook Tommy. Oh, Tommy. Is het blauw of zwart? Weet ik niet. Niet zwart. Wel zwart. Is dat blauw? Het is blauwachtig, ja. Zo mooi, zo fijne stof. Ja. Je wil wel nieuwe truien en zo. Voor de winter. Nee, voor de herfst. Winter's coming. Winter's coming. Oh nee. Oh. Nee, nee. Oh, oh, oh. 12,50. Short girl's problem. Oké, zullen we nog naar beneden? Ja, we're going downstairs. Waarom praat ik Engels? I don't know. Dat gaat lukken, oké? Heb je dat ook zo, dat je gewoon ineens Engels gaat praten en wat? Ja, altijd. Dit is beneden. Oeh, ik zie jeans. Oh, dat is met zo'n... Zo'n band. Oeh, echt heel mooie kwaliteit. Dit is Levi's. Dit is Frisco. Oh, die is heel mooi. Ik hoef niet. Welke maat is dit? Waarom staat er niet bij? Dat staat er wel. Nee. Nee? Nou, misschien. Thank you. Oh my god. Is het Roman? Really? Roman. Dit is Pinksy Maxima, bubble tea. Ik heb... Hoe cute, dit hartje. Orange craze. Heel goed, maar er zitten geen... Er zitten geen bubbel... Er zitten geen bolletjes in. Hey. Ik vind mijne wel lekker. Maar door de grapefruit is hij een beetje... bitter, dat mag natuurlijk wel weten. But I didn't think. Ik wil deze proberen. Het is 1,50. Dus ik ga het proberen. Je hebt daar verschillende smaken. Ja. Ze hebben ook matcha. Loop. Wat is dat? Een soort gelukspoppetje of zo? Ja, wat is er staat daar dat... In Japan is het heel bekend. Weet ik veel. Heel veel kinderen spelen ermee. Oh, wel 8,50. Nou, what a failure. Ik zal even vertellen. Ik had mijn Polaroid-camera meegenomen en er stond dus nog 6. Dat had ik volgens mij ook verteld. Jasna maakt een foto en dat betekent dat hij op is. Nou, what a failure. Dit is ook een failure, want wel heel lekker. Wel heel lekker, maar je moest zeggen dat je met van die... Boba. Bubbles. Van die dingen voor bubble tea, weet je wel. Dat moet erin, dat moet je vragen. Topping. Nou. Ik veel, ik dacht dat het kost. Ik dacht, ze komt er vanzelf bij. Nou, aanrader. Ja, het is wel echt heel lekker, dat wel. Date and tea. Ja. En tea op de mains. Dat is nog niks aan bij de Monkey. En ik heb echt sinds corona geen zo'n soort winkel, zeg maar, binnengezet om iets te passen. Ik koop eigenlijk alleen nog maar vintage, dus. Maar ik vind deze wel heel cute. I love it. De kleur. I love it.
Hij zit super mooi. Deze gaat mee. Mijn eerste item uit een eerste klas winkel, zeg maar. Nieuwe winkel. Het is echt heel nice. De cozy. Nou, ik ben weer thuis en ik ga nu even yoga. Ik twijfelde om nog yoga te doen. Maar ik heb toch wel erg veel zin in. Vooral 's avonds.